Goedemorgen. Zo. Weer een zondag. Het is toch een fijne dag die zondag altijd, hè? Dat we elkaar weer zien. We hebben ook Eva in ons midden, zag ik. Welkom Eva. En moeder natuurlijk. Ja. Ja, het beginnen mensen hier allemaal een jas aan te trekken. Ik weet niet wat dat is, maar... Ja. Maar let op, jullie krijgen het vanzelf warm vanmorgen. Amen. Mooie belofte inderdaad. Goed. Het is weer de eerste zondag van de maand. Dat houdt in dat we met elkaar de maaltijd van de Heer gaan vieren. Maar dat doen we straks, na het woord. Het houdt ook in dat ik verder ga met de reis die we aan het maken zijn. We zijn in januari begonnen om de Bijbel gewoon weer eens te openen en... Gewoon de verhalen weer eens te bekijken en tot ons te nemen. En vooral op ontdekkingstocht te gaan van waar ontdekken we nou Jezus? Ook in het Oude Testament. En wat kan ik daar met dat soort oude verhalen nou vandaag de dag nog iets mee? Want het is al zo'n tijd geleden. En zo zijn we in januari begonnen met de schepping. En we zagen daar dat we een eigen keuze hebben gekregen. Dat was eigenlijk de boodschap van de eerste overdenking. We hebben allemaal een eigen keuze. Je mag zelf kiezen. En tuurlijk, er is één goede keuze. Maar die mag je ook zelf ontdekken. En in februari zijn we verder gegaan met Kain, Abel en Noach. En toen zagen we dat, ook al maken wij er misschien een potje van, als mensen zijnde, God heeft altijd een herstelplan. God kijkt veel verder en komt ook weer naar jou toe, naar ons toe, om ons te helpen in dat plan. En vandaag wil ik gaan kijken naar Abraham. En dan vooral naar het geloof wat Abraham had. En wat kunnen we daar dan weer mee? We zijn natuurlijk geëindigd bij Noach. En Noach had een aantal zonen, waaronder Sem. En uit de 9e generatie van Sem is Abraham voortgekomen. He, dus dan weet je een klein beetje waar we... in de lijn zitten. En Abram heette die eerst, dan kreeg later een andere naam van God, Abraham, vader van vele volken. Dat is ook een reden waarom die naamswijziging kregen. Maar goed, hè, laten we eens kijken naar hoe dat verhaal begon. We zien daar in eerste instantie dat God Abram opzoekt. Daar zie je het weer, God zoekt mensen op. Ik kan meteen zo'n mooi iets. En hij zegt tegen Abraham, joh, Abraham, ik heb een plan voor jouw leven en verlaat je familie en ga op reis naar een land wat ik je zal geven. Daar begint het eigenlijk mee. En het mooie is dat Abraham dat gewoon doet. Gewoon zo uit het niets maakt hij de beslissing van, oké, ik hoor Gods stem, God zegt dit tegen mij, oké, dat avontuur wil ik wel aangaan. En dan zie je dat er allerlei dingen gebeuren in die ontdekkingstocht. En in die tocht moet hij zelfs ook uitwijken naar Egypte, omdat er toch wel wat dingen misgaan. En dat kan je meteen ook weer vergelijken met je eigen leven. Ik wil niet zeggen als God je geroepen heeft, of als je God hebt leren kennen, dat vanaf dat moment altijd alles maar super zal zijn. En om je heen alles maar mooi en zo'n roze wolk zal zijn. Absoluut niet. Want er ontstond hongersnood en Abraham moest daarvoor uitwijken naar Egypte. En daar deed hij ook nog eens een keer een leugentje om bestwil over zijn vrouw. Hij zegt, nee hoor, dat is mijn zus. Ja, dat had ermee te maken dat bang was dat er anders nare dingen zouden gaan gebeuren. Maar goed, hè, dus daar zie je dat ook Abraham, ja, had ook wel zijn dingetjes en maakte ook wel zijn misstapjes. Want hij had natuurlijk ook gewoon kunnen denken, oh, God is bij me, dus ik kan gewoon eerlijk zijn. Hè? Maar nee, hij moest ook leren. En dan zien we op een gegeven moment dat, hè, nadat dat is geweest, hij had Lot ook meegenomen en die ging op een gegeven moment uit elkaar. En
kwam er een moment dat Lot gevangen genomen was. Dus ze moest Abraham weer gaan bevrijden. En daar zitten natuurlijk allemaal hele mooie verhalen in enzovoort. Maar goed, daar gaan we het vandaag niet over hebben. En op een gegeven moment doet God weer opnieuw zeggen van, joh, ik sluit een verbond met jou in zaken land. Ik ga je sturen naar een land en het zal van jou en je nakomelingen worden. Alleen God doet er ook meteen een dingetje bij en hij zegt, let wel op, eerst zal het volk 400 jaar in slavernij leven, voordat het van hun wordt. En degene die de Bijbelverhalen beter kennen, weten ook dat het volk op een gegeven moment in Egypte in slavernij was. En 400 jaar later bevrijdde God ze via Mozes. Goed. Er kwamen geen kinderen, terwijl er wel een groot nageslacht beloofd was. En ook daar zie je dan dat we dan toch weer onze eigen plannetjes trekken. Van nou ja, dan zal God misschien wel dit bedoeld hebben, dat ik met een andere vrouw het probeer. En daar kwam Ismaël uit voort. Maar God doet nog steeds opnieuw een belofte. Je zal een groot nageslacht ontvangen. En op een gegeven moment komt God op bezoek. Ook daar weer, zie je weer. Genesis 18, God komt op bezoek bij Abraham. Ik vind het zo mooi dat God ons steeds maar weer opnieuw opzoekt. En hij vertelt Abraham het plan wat hij heeft. A, het plan dat er kinderen zullen komen. En daar moest Sarah een beetje om lachen. Stond stiekem om een hoekje te lachen. Maar God ziet alles, hè. Als je dat verhaal leest, moedig je aan om die verhalen gewoon thuis eens te gaan lezen. Maar die staat er stiekem om een hoekje te lachen. En dan zegt God tegen Abraham, wat staat Sarah nou te lachen? En dan zegt Sarah, nee hoor, ik stond niet te lachen. Jawel, je stond wel te lachen. God ziet alles. Maar goed, hè, vind ik ook weer zo'n leuke boodschap zo tussendoor. Hè? Maar goed, hij vertelt ook, God vertelt ook wat het plan is met Sodom en Gomorra. Wat hij daarvan plan is. Omdat dat volk daar zo niet meer doet waar het ooit voor bedoeld was. En dan zien we opeens dat God ook beïnvloedbaar is. Tuurlijk, Gods plan staat vast. Maar toch is het beïnvloedbaar. Want Abraham begint met God van, ja maar joh, als er nou nog 50 mensen zijn daar. Kunt u toch niet de hele stad vernietigen? 50 mensen die wel goed geleefd hebben. Nou, oké, daar heb je wel gelijk in. Ja, maar als er nou nog 40 zijn, zou u dan niet erover na willen denken om? Ja, dat wil ik ook wel. Nou, als ik nu toch bezig ben, 30? 20? Zou ik nog heel even mogen vragen? 10 misschien? God is beïnvloedbaar. Zijn plan stond vast en toch. Mooi, hè? Kan zijn dat je iets overkomt en dan mag je God altijd vragen om verandering. Je mag hem altijd vragen om verandering. We mogen met God praten. Hij wil een relatie met ons. En dan zien we later dat God weer, of dat Abraham weer opnieuw liegt over zijn vrouw. Tweede keer. Gebeurt weer. Terwijl hij al dit allemaal heeft meegemaakt, hè? En toch, hij is mijn zus. Want het is een andere plek. Maar eigenlijk hetzelfde. Maar ook daar schrikt God niet van. Ook al maken we links en rechts misschien eens een misstapje, God schrikt niet zo heel gauw. En hij gaat gewoon door met de belofte die hij heeft gedaan. Abraham en Sarah zouden een kind krijgen. Isaac. En die krijgen ze ook. En dan, helemaal blij, vraagt God een offer. Hij vraagt aan Abraham, die zoon van jou, die wil ik graag als offer. Dat is raar, want vanuit die zoon zou zijn nageslacht voortkomen. En nu vraagt God om die zoon te offeren. Maar
hoe dan? En dat verhaal wil ik graag een stukje met jullie oppakken. En dat lezen we in Genesis 22 vers 3. Genesis 22 vers 3. Ik lees uit de NBV. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. En op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. En toen zei hij tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel, ikzelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. En daarna komen we bij jullie terug. Komen we bij jullie terug. Terwijl hij wist wat hij ging doen. Dat vind ik spreken in geloof. Ik weet niet hoe, maar we komen bij jullie terug. En hij pakte het hout voor het offer en legde het op de schouders van zijn zoon Isaac. Isaac droeg zijn eigen hout waar hij op geofferd zou worden. En nam zelf het vuur en het mes en zo gingen ze samen verder. Vader, zei Isaac, wat wil je mij zeggen, mijn jongen? Antwoordde Abraham. We hebben hout en vuur, zei Isaac, maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien. En samen gingen ze verder. En toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, op het hout, en toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de Heer riep uit de hemel, Abraham, Abraham. Ik luister, antwoordde hij, raak deze jongen niet aan, doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden. En toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt. Nou, we weten dat het ram daarna geofferd wordt. En toen sprak de engel van de Heer opnieuw en hij zei, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heer, omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij, je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te zijn als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd. Jij hebt naar mij geluisterd. Dat is mooi, hè? En dan kan ik mij nog herinneren van vroeger. Van de verhalen die ik op school leerde. Ik zat op een katholieke school. Een verhaal die ik in de kerk hoorde. En in mijn kinderbijbel stonden, dan zag ik dat Isaac als een klein jongetje met zijn vader meeliep en daar geofferd werd. Alsof God kinderoffers zou verwachten. Maar dat is niet waar. Gelukkig is dat niet waar. En hoe kom ik aan die wijsheid? Nou, dat ga ik u vertellen. Dit staat in Genesis 22 en in Genesis 23, vlak daarna, zien we dat Sarah sterft. 127-jarige leeftijd. Ze heeft Isaac gekregen toen ze 90 was. Een kleine rekensom leert ons dan snel dat hij ongeveer tussen de 30 en de 35, ergens in die koers, 37, geef het een getal. Maar het was dus echt wel al een man. Tuurlijk, Abraham zijn jongen. Maar het was wel degelijk een volwassen kerel. Gelukkig. Want ik zou er toch een nagevoel bij krijgen als God kinderoffers zou willen zien, toch? Hè? Nee, maar goed. De overeenkomsten met Jezus zien we hier natuurlijk wel. Want Abraham, zijn enige geboren zoon, waar hij nakomelingen van zou krijgen, werd gevraagd om te offeren.
God zou nooit iets vragen wat hij zelf niet zou doen. God vraagt jou nooit iets wat hij zelf niet zou doen. En dat zien we ook. God geeft zijn eigen zoon, offert zijn eigen zoon, omdat hij ons zo lief had. Jezus droeg het kruis zelf waar hij op geofferd zou worden. Net zoals we Isaac zelf het hout zien dragen. Veel overeenkomsten. En waarom kon Abraham dit? Waarom deed Abraham dit? Omdat hij al heel wat jaren met God had gewandeld. Hè? Laat het ook duidelijk zijn. Ja? Want hij had natuurlijk al heel veel avonturen meegemaakt met God. Gods goedheid ook meegemaakt. Gesproken met God. Dingen meegemaakt. Beloftes zien uitkomen. En daarom kon hij ook dit gaan doen. En daarom wist hij ook dat het goed zou komen. Dat lezen we ook in Hebreeën 11 vers 17. In Hebreeën 11 vers 17 zegt Paulus iets over dit verhaal. Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaac als offer opdragen. Hij had de belofte die hij had ontvangen. En hij was bereid zijn enige zoon te offeren. Terwijl er tegen hem gezegd was dat alleen door Isaac zijn nageslacht zou krijgen. Maar hij zei bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn om iemand uit de dood op te wekken. Dat dacht Abraham al. Het moet dan wel mogelijk zijn dat hij hem daarna weer uit de dood opwekt. Want er moet nageslacht uit voortkomen. En daarom kon hij ook zeggen, wij komen terug. Maar hoe weet je dat zo zeker? Hoe kon Abraham zijn geloof zo standvastig zijn, zo groot zijn? Omdat hij dingen had meegemaakt. Beloftes had zien uitkomen. Gewandeld had al ruim 60 jaar met God. En doordat je hem steeds beter leert kennen, ga je hem ook steeds meer vertrouwen. Geloof is gewoon vertrouwen. Als ik tegen, nou nu zijn ze niet zo klein meer, maar als ik tegen mijn kleine kinderen zei, als ze op de derde tree van de trap of de vierde tree stonden, kom maar, spring maar. Nou, daar hoefden ze niet over na te denken hoor. Hoi, snoekduik. En ze vertrouwden erop dat ik ze gewoon opving. Ja? Mooi hè? Dat is het geloof wat God van ons wil zien. Het geloof van een kind. Weet je? Gewoon zonder schade enzovoort. Want we weten allemaal, ik hoop dat u mij daarin vertrouwt en gelooft, maar als ik nu onderaan de trap ga staan en ik zeg tegen Roel, kom maar jongen, spring maar. Ja, misschien dat hij het wel doet, ik weet het niet, maar je ziet daarin dat mensen gaandeweg hun leven raken ze beschadigd. Raken ze hun vertrouwen een beetje kwijt in wat mensen zomaar roepen en zeggen en doen. En dat moet dan eerst herstellen, dat vertrouwen, snap ik bedoel? Zo werkt dat ook met geloof. Het kan best zijn ik geloof dat Jezus voor mij is gestorven en ik geloof, maar ik heb ook al zoveel schade opgelopen. Ja, het zou wel kunnen, maar geneest God nu nog steeds? Ja, tuurlijk. Oké. Waarom heb je dan nog steeds last van je knie? Waarom heb je dan nog steeds last van je rug? Waarom voel je je dan nog steeds niet vrij? Waarom hebben we dan nog steeds mensen met kanker? En nogmaals, niet om jullie iets aan te praten. Maar als Jezus nu binnenkomt lopen, zou die dan je rugpijn, je knie, je kanker kunnen verwijderen? Hup, weg. Het kan. Zeker. En dat is dat spanningsveld. Waarom gebeurt het dan niet? En nogmaals, ik ga niet zeggen doordat je te weinig geloof hebt.
past er bij mij niet helemaal in. Want daarmee gaat het weer van ons afhangen of de dingen gaan gebeuren of niet. En je kan het niet verdienen. Je kan niks verdienen. Maar ik denk wel dat geloof bijdraagt aan het zien van wonderen en tekenen. Aan het zien van veranderingen in je leven. En hoe meer je meemaakt met God, hoe meer je wandelt met hem, zijn beloftes werkelijkheid ziet worden om je heen, des te groter wordt je vertrouwen in hem, des te groter wordt je geloof in hem. Dat is mooi, hè? Ik word er weer helemaal blij van. Want wat is dan geloof? Hebreeën 11 vers 1, ik heb hem uit een paar vertalingen, dat is wel grappig als je dat in verschillende vertalingen leest. Hè? Ik heb hem in eerste instantie uit de Bijbel in gewone taal. Als we geloven worden we gered en dan wordt onze hoop werkelijkheid. Lekker makkelijk. Als we geloven worden we gered en wordt onze hoop werkelijkheid. Dat is ook een mooie belofte. Dat is Gods belofte. Het geloof legt de grondslag van alles waarop we hopen. En het overtuigt ons van de waarheid die we niet zien. Of het geloof is de zekerheid van de dingen die we verwachten. De zekerheid van de dingen die we verwachten. En dat ze ook werkelijkheid zullen worden. En het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Evaatje. Als we verder lezen in Hebreeën 11, vanaf vers 2. Veel van onze voorouders zijn door hun geloof een voorbeeld voor ons geworden. Daarin zien we dat we in het woord van God kunnen we de verhalen lezen. Van mensen die voor ons zijn geweest. Die een wandel hebben gemaakt met God. Dingen hebben meegemaakt in hun leven. En daardoor kunnen wij ook leren God beter gaan vertrouwen. Ons geloof laten groeien. Want er staat ook, hè, als iemand geen geloof heeft, dan kan God onmogelijk blij met hem zijn. En daarmee zeggen we dan niet van, ja, als je te weinig gelooft, is God niet blij met je. Nee, nee. Maar God wordt ontzettend blij als we hem vertrouwen. Word ik ook blij van. Als mijn kinderen mij niet vertrouwen, dat vind ik niet fijn. En dat zou iedereen niet fijn moeten vinden als mensen je niet vertrouwen. God wordt blij ervan als we hem vertrouwen. Op wat hij zegt, op wat hij belooft. En hij zegt dan ook dat hij ons beloont. Als we ernstig naar hem verlangen, ernstig naar hem zoeken. Hij beloont dat ook. Want hij heeft iets voor ons liggen. Maar dan moeten we hem wel eerst vertrouwen. En doordat Noach God geloofde, werd zijn gezin gered. Maar was er ook weer een nieuwe start. En doordat Abraham geloofde, ging hij op reis naar het land wat hem beloofd was. Dus, door geloof en vertrouwen in God zullen we hem zien werken. We zullen hem zien werken. Dat als eerste. Tweede puntje. Ja, we zijn ook gered door ons geloof. En wat bedoelen we daarmee? We zijn rechtvaardig door ons geloof. Net zoals Abraham rechtvaardig was door zijn geloof, zijn wij ook door geloof rechtvaardig. Alleen ons geloof gaat er om geloof in wat Jezus voor ons heeft gedaan. Als wij geloven dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan, onze zonde heeft gedragen, dat brengt ons eeuwig leven. Geloof levert je niet alleen maar zegen op. Geloof levert je ook eeuwig leven op. Amen. Van Abraham werd gezegd, staat in Galaten 3. Hij vertrouwde op God en werd hem als daad van gerechtigheid toegekend. En op een gegeven moment lezen we daar dan ook. Dat Jezus dat op een gegeven moment ook vertelt tegen mensen die erover discussiëren van ja, maar hoe werkt dat dan? Geloven en gered worden en rechtvaardig zijn. Toen zei hij, ja, dit. Net zoals bij Abraham. Toen Abraham mij zag,
Dus dat is een daad van gerechtigheid. Ik heb Abraham gezien, Abraham heeft mij gezien. En dan zeggen ze, ja, maar dat kan toch helemaal niet, joh. Je bent pas 30, Jezus. Hoe kan je dan Abraham gezien hebben? Je bent nog niet eens 50, hè? Want daar komt die 50 Abraham vandaan. Hè? Maar hoe kan dat dan? Ik denk, en dat is ook de uitleg die Jezus geeft, dat Abraham zag wat Jezus zou gaan doen. En dat bracht nog meer geloof bij hem teweeg, waardoor hij ook dit soort stappen kon nemen. Ik denk dat Abraham veel meer heeft gezien dan dat wij in eerste instantie lezen. En dat lezen we dan in Galaten 3, hè? En vanaf vers 24. De wet hield toezicht totdat Christus kwam. Zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu, het geloof, oftewel Jezus gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. Want door het geloof en in Christus Jezus bent u alle een kind van God. En alle die door de doop één met Christus bent geworden, heeft u zelf omkleed met Christus. Er zijn geen slaven meer. Geen verschil meer tussen mensen. U bent alle één in Jezus Christus. Omdat u hem toebehoort, bent u ook erfgenamen van de belofte. En wat is dan zegen? Want daar hebben we het wel steeds over. Ja, maar we delen mee in de zegen, in de belofte van Abraham. Oh, geweldig. Heb ik dan nog meer land nodig? Nee, ik heb een huis, ik heb genoeg. He, maar misschien geldt het voor u anders. He, maar dan zou die zegen ook nog voor u kunnen gelden misschien. Misschien heb je... Wil je nog meer kinderen? Of, kan allemaal, maar welke zegen dan nog meer die Abraham is beloofd? Nou, gewoon de zegen van God. En wat is dan de zegen van God? Nou, dat je, ik heb even opgezocht wat zegen is. Dat is blij zijn. Tevreden zijn. Geen tekortes meer. Geen wensen meer. En gelukkig zijn. Dat is zegen van God. Nou, dat wil ik wel. Blij zijn. Geen tekort, geen wensen. Dat er gewoon niks meer is wat je hoeft te wensen. Dat gewoon alles goed is. Geweldig. Dat is de zegen die God je wil geven. Die ook rustte op Abraham. Geen tekort, genoeg. Zo mooi. Dus zegen en redding. Door geloof. Ja, maar ik vind dat wel heel lastig, Erwin, dat geloven. Want ja... Ik loop toch praktisch ook wel tegen dingen aan in mijn dagelijkse leven. Waardoor ik weer een deukje oploop in mijn vertrouwen. Ik denk van, hoe kan dat nou weer? En daarvoor hebben we gelukkig de Heilige Geest gekregen. De Heilige Geest helpt ons. Helpt ons om steeds te kijken naar wat Jezus voor ons heeft gedaan. Helpt ons... Om steeds te wijzen naar wat Jezus heeft uitgelegd. Waar Jezus ons heen wijst. Zodat we het allemaal niet zelf hoeven te doen, maar onze focus op hem kunnen richten. En door je daarop te focussen, zal de vrucht van de geest ook groeien. En een van die vruchten is geloof. Laat je leiden door zijn geest. Laat je leiden door zijn geest. Zeker... Als je moeite hebt, want ja, we hebben nou eenmaal vlees en dat wil iets anders dan de geest. Vlees reageert op onze omstandigheid, de geest niet. Leer je te focussen op zijn geest in plaats van jouw vlees. Goed, wat kunnen we hier dus mee? Nou, de verhalen van Abraham laten zien dat je steeds meer op God kan vertrouwen. Als je met hem gaat wandelen, zal dat vertrouwen en het geloof gaan groeien. En zullen er hele mooie dingen kunnen gaan gebeuren. En God schrikt niet van een misstapje links of rechts. Als je een keer per ongeluk een klein leugentje hebt gedaan. Moet je natuurlijk wel herstellen. Maar het is niet zo dat dan meteen de hele belofte weg is. En meteen God weg is. Dat is niet waar. Dat haal ik in ieder geval uit het verhaal wat ik net heb gelezen. En hoe langer je met hem gaat wandelen, hoe meer geloven zal ontstaan. Laten wij dus ook leren luisteren naar wat God tegen ons wil zeggen.
En waar vind ik dan wat God tegen mij wil zeggen? Waar vind ik Gods woorden? Nou, in zijn woord. Lees de Bijbel. En lees dan niet een verhaal als een verhaal, maar lees een verhaal uit de Bijbel. Als wat kan ik hiervan leren? Wat kan ik hiermee? Wat zal God nou, als ik die persoon was, wat zou God dan met mij van plan zijn? En dan gaat het woord opeens leven. En laat vooral de Heilige Geest je daarbij helpen. Want die openbaart je dingen in de Bijbel die je nog nooit gelezen hebt. We hebben gelukkig een helper. God wil je zegenen. Hij houdt van je. Hij wil een relatie met je. Voor eeuwig. Niet alleen voor nu of voor hier, maar voor eeuwig. Maar ook al nu en hier. En ja, hij weet dat we het hier best lastig kunnen hebben. Daarom heeft hij ons ook hulp gestuurd. Zijn geest, die in jou leeft, jouw kracht geeft, jou wil leiden. En als jij hier nu zit, en je bent eigenlijk een beetje teleurgesteld, want je bent een paar keer van die trap afgesprongen en toen deed ze opeens een stap opzij. Dat kan je ook misschien met God wel ervaren hebben. Dat je echt vol in vertrouwen, in geloof, ergens voor ging. En je klapte toch hard op je neus. Dat kan. Maar ja, misschien moest je wel niet springen. Ik weet het niet, ik was er niet bij. Ja, maar ik had gehoord dat God zei dat ik dit moest doen. Ja, dat kan. Maar als je dat had moeten doen, had hij je niet laten vallen. Ik ben er niet bij, ik weet het niet. Ik hoef gelukkig ook niet alles te weten. Wat ik wel weet, is dat God je niet laat vallen. En als je gevallen bent, dan tilt hij je weer op. Zegt hij, ach joh, heb je pijn? We gaan het even fixen. Zou ik in ieder geval ook doen met mijn kinderen. En zo kijk ik ook naar God. En ik hoop dat u ook zo'n beeld van God de Vader heeft. Een liefdevolle Vader. En dat kan wel eens lastig zijn als je geen liefdevolle Vader hebt gekend. Maar zo zie ik echt God de Vader. Die in liefde naar zijn kinderen kijkt en zegt, joh, hè, ben je gevallen joh. Kom hier. Ik wil je zegenen. Ik wil het beste met je. Ik wil je gelukkig maken. Ik wil dat je blij bent. En ik wil een relatie met jou. Als jij hier zit en je hebt misschien die deuk opgelopen of je bent het vertrouwen een beetje kwijt, dat kan hè. Mag je ook rustig eerlijk over zijn. Ook daar schrikt God niet van. Daar is hij alleen maar blij mee. Dat je eerlijk bent. Misschien heb je wel wat extra zegen nodig. Dat je denkt, ja, maar ik mis die zegen in mijn leven. Want ik geloof wel, maar ik zie het niet omheen. Alles stort in. Het gaat allemaal mis wat ik doe. In plaats van dat ik er blij van word, word ik er heel ongelukkig van. Hoe dan? Als dat zo is, dan vraag ik je op dit moment te gaan staan. En het is helemaal geen schande. Sterker nog, ik denk dat het goed is om aan te geven van, joh Heer, ik wil zo graag, kom mijn ongeloof tegemoet. Want ik geloof het. Maar ik zie het niet. Ik geloof het, maar ik zie het niet. Maar ik geloof het wel. Het verhaal lezen we ook in Matthäus. Hè? Een man met zijn zoon. Hij houdt zoveel van zijn zoon. Maar die zoon, joh, bezeten, gekke dingen doet hij allemaal. Ja, er is voor gebeden, Heer, maar hij geneest maar niet. En dan vraagt Jezus, ja maar geloof je dat hij kan? Ja, ik geloof het. Maar kom mijn ongeloof tegemoet, zegt hij erachteraan. En Jezus geneest hem. Want Jezus wil genezen. Wil verandering brengen. Wil geluk zien in plaats van verdriet. En misschien zeg je ook wel van, joh, het is zwaar. Misschien zit je wel in een hele zware periode en heb je daar op dit moment gewoon verandering in nodig. Op dit moment verandering nodig in jouw leven, dat je weer gelukkig kan zijn.
dan wil God op dit moment jou dat geluk geven en wil je op dit moment genezen en wil je op dit moment vrijmaken. Want hij is hier. Jezus is hier. Zullen we gaan staan?